Beste leerling, welkom in een nieuwe les van programmeren in JavaScript. In deze les gaan wij aan de slag met extra oefeningen. We hebben de voorbije lessen gewerkt met datatypes, strings, numbers, we hebben berekeningen uitgevoerd, we hebben strings en numbers samen weergegeven, we hebben comments gebruikt, we hebben functies gemaakt. In deze extra oefeningen gaan we die eens testen en die zorgen dat die mooi in onze vingers zitten. Daarna, eenmaal dat die extra oefeningen allemaal gedaan zijn, zullen wij beginnen aan meer geavanceerde stukjes, zoals de return-functie, de alert-functie en de prompt-functie, waarbij dat wij onze code nog meer geschikt kunnen maken voor de gebruiker en niet enkel voor ons als programmeurs. Maar nu gaan wij samen aan de slag met die extra oefeningen. Oké, in deze les gaan we dus aan de slag met die extra oefeningen in JavaScript. Je zal ze vooral maken in de bundel. De laatste oefening is een grotere oefening waarbij we precies de valven of de digitale borden op school proberen namaken. Dat zal een oefening zijn op het programmeerprogramma Replit. Dus eerst in de cursus, bekijk onderstaande code. Ik wil dat het scherm verschijnt dat de bestelling van de klant goed ontvangen is en hoeveel die kost. Er steken heel wat syntaxfouten in. Syntaxfouten? Syntax zijn de spelregels van een taal. Er zitten fouten in onze code. Daardoor zal het programma dus niet uitvoeren. Wij moeten op zoek naar wat de fouten zijn. Duid deze aan met kleur en schrijf naast de foutieve stukken. Dus duid deze aan met kleur en schrijf naast de foutieve stukken wat de fout precies is. Voilà. We gaan eens kijken naar het eerste. Var my order veggie burger, var my voorgerecht onion rings, var my dessert chocomousse en var total price order 13,95. De fout, als je even kijkt, zit hem hier in de datatypes. De datatypes in deze oefening, de veggie burger, onion rings en chocomousse, horen eigenlijk strings te zijn. Wat ontbreekt er om een goede string te zijn? In dit geval de aanhalingstekens. Dus hier kunnen we schrijven, hier ontbreken de aanhalingstekens voor de strings. Tweede. Console log, beste klant, bedankt voor uw bestelling. De fout is niet direct duidelijk, maar ik heb het al eens gezegd, JavaScript kan niet zo overweg als hoofdletters gebruikt worden op plaatsen wat hij dan niet wil en dat niet nodig is. En dan wordt hij een beetje kregelig. Ik zal het ook eens uitvoeren hier op het scherm. Dat is nog de code van de vorige les met testing testerface. Als ik van die console log een hoofdletter console log maak, zal hij een referentie-error maken. Wat is dat denken? Oei, is dat hier een variabele? Van waar komt die variabele? En dat is fout. Hier is dus de fout dat console moet met een kleine letter. Want dit is eigenlijk een klein beetje een overtreding van de spelregels. Oefening 3. Console log de totaalprijs van uw bestelling plus btw bedraagt is gelijk aan. Console log mag niet met hoofdletter. En de totaalprijs van uw bestelling plus btw bedraagt is een string. Dus we zitten hier met twee fouten. Console is een hoofdletterfout. En een string moet met aanhalingstekens. Dubbele fout. De laatste, opnieuw, console log. Dat moet met een, of zonder hoofdletter beter. Maar er zit nog een fout in. Als je eens kijkt naar hoe total price order geschreven is in deze oefening en total price order in het begin. In het begin volgde ik wel de camel captioning, hier op het einde niet meer. Als ik in het begin spreek over total price order met de hoofdletter op de price en niet op total en bij de andere doe ik het verkeerd of anders, dan zal JavaScript niet weten waarover het gaat. Kort, je hebt twee keer een BERT met de hoofdletter B, een BERT zonder hoofdletter B. JavaScript weet niet dat het hier gaat over dezelfde BERT. Want een andere hoofdletter, een ander teken, heeft zoiets van, dat moet toch wel iets anders zijn. Dus ook bij total price order moeten we letten op onze hoofdletters. Noteer de juiste code hieronder. Het zal een oefening zijn voor jullie zelf. Dus ik heb nu samen met jullie bepaald wat er fout is aan de code. Nu moeten jullie hier de juiste code noteren.
De volgende oefening. Schrijf naast deze waarden en variabelen welk soort datatype die zijn, mogelijke datatypes zijn. Getal, string, boolean, undefined en nul. Dus we hebben maar 5 soorten datatypes gezien, die we kunnen opslaan in variabelen. Bijvoorbeeld hier, var pi, 3.14, is om te rekenen, een number of een getal. Getal of number. Medisch onderzoek is raar, is gelijk aan true. True or false, kan maar één van beide waarden zijn, zal een boolean zijn. Extra toppings 0, dat is de meest eenvoudige, is een 0 met 2 ellen, is een waarde die leeggelaten is. Het is gevraagd aan de klant, maar de klant is er niet op ingegaan, 0. De klant is bijvoorbeeld gevraagd, wil jij je locatie aanzetten? Die zegt nee aan de app, dan zal de app bij de locatie opslaan, 0. Var message send, ik ben mijn werkblaadjes vergeten thuis, is een string. String is te herkennen aan de aanhalingstekens. Grote oefening. Schrijf de JavaScript-code voor de volgende situatie. Gegeven. Op de schoolborden moet verschijnen welke leerkracht ziek is, welk lesuur, waar de studie plaatsvindt, welke klassen in de studie aanwezig moeten zijn, wie de studie zal begeleiden, hoeveel leerlingen er in de studie zitten en welke opdracht gegeven wordt. Op maandag blijkt de leerkracht van fysica, mevrouw Poppen, ziek te zijn. De studie vindt plaats in de feestzaal tijdens het tweede lesuur. De heer Kleis zal de studiemeester zijn. Voor klassen 3b en 3a is er een opdracht. Maak oefeningen uit het handboek Newton. In totaal moeten er 31 leerlingen naar de studie. Belangrijk, door middel van het plusteken tussen variabelen plaats kan je meerdere datatypes aan elkaar verbinden. Dat weet je ondertussen al. Noteer de code hieronder. Dus opnieuw een kleine oefening voor jullie zelf. Het is dus de bedoeling dat je een programma schrijft met, ik heb er mooie cijfers bij gezet in de opgave, 7 variabelen, waarbij je schrijft bijvoorbeeld var zieke leerkracht mevrouw Poppen, var vervanger meneer Kleis, var opdracht, en dat je die 7 variabelen in 1 mooie console log, in 1 mooi tekstje op het scherm laat verschijnen. Het scherm in deze is bijvoorbeeld het scherm op school, bij meneer Colijn of zo, waarbij dat er mooi staat wie naar de studie moet, voor welke leerkracht, met welke opdracht. Dus je maakt 7 variabelen aan, en dan maak je 1 console log aan, waarin je die 7 variabelen mooi met strings en met plus allemaal aan elkaar maakt. Dus dat is de opdracht voor jullie. Dat is een oefening van 8 regeltjes code. Dat moet wel lukken. Voor de volgende les gaan wij aan de slag met prompts en met alerts in onze code. Veel succes!